We doen even een Anything is Fine. Even kijken wat we tegenkomen. We hebben natuurlijk de Dialga de vorige keer gehad. Dat was super chill. Nu kijken wat we krijgen en dan is het allemaal wel goed. Misschien dat we super veel geluk hebben en dat we daardoor een shiny tegenkomen. Dat zou super nice zijn, maar je weet het natuurlijk niet. Ah, we weten natuurlijk nu niet wat we moeten kiezen. Dat maakt het wel lastig. Een draken-Pokémon. Dan zijn ijs-Pokémons wel het makkelijkst. Dat is wel lastig als je niet weet welke Pokémon je moet hebben. Dan doen we Krabhamer, want dat doet lekker heel veel damage. Oeh, zie zijn bewegende hanekam. Die is wel grappig. Die zit wel over odds bij Regirock. Dat is wel een beetje jammer. Kijk, ik doe tenminste een beetje damage. Maar we gaan voor een draak. Ik ben benieuwd welke draak het is. Kijk, Rayquaza en Dialga heb ik al. Dus ik hoop dat het dan Palkia is ofzo. En Gustlord heb ik ook al. Maximale donkerheid. Elcromie is Fairy volgens mij. Dus die moet eigenlijk ook niet switchen. Eigenlijk moet inderdaad die Aziatum switchen. Dan ja, ik denk dat dat wel het beste was. Nou, we gaan toch voor de Raikwonit. Oké. Okay. Primula. Waarom zou je een Eviolite kiezen als je een Glalie bent? Wat is dit weer, jongens? Wat is dit weer? Ja, ik krijg het elke keer voor elkaar om van die Flapdrollen te krijgen. Als teammate. Nou, het is allemaal leuk dat we voor deze bitch hebben gekozen, maar die kan ik natuurlijk niet verslaan. Oh, hij heeft toch nog eens water absorberen. Vermoeiend. Weer die Elkvermie die weer zo lang over doet. Zo jammer dat hij er zo lang over doet. Overdoet. Shiny Raikwonit is wel cool. Talonflame heb ik al, dus die hoef ik niet. Wie appt mij? Zo jammer dat sommige mensen altijd zo lang erover moeten doen, hè? Even hopend dat het Palkia is, kunnen we het beste voor Execute doorgaan. De rest kiest ook Executor, dus ik heb een sterk gevoel dat het een pakje gaat zijn. We hebben alleen helemaal niks aan mijn Kingler. Dat is een beetje jammer. Oeh, Latios. Ik denk of ik die al heb, Shiny. Latios nog niet. Oeh. En Latios heeft wel een vette Shiny. Johnny Latios incoming. Ik hoop het wel. Het zou very poch zijn. Het zou zo cool zijn als hij shiny is. Het zou zo cool zijn als hij shiny is. Oké, die is niet shiny. Die wel. Shiny Raikwonit. Shiny Raikwonit, ja ja, en die niet, en die ook niet. Shiny Raikwonit. Ja hoor. Shiny Raikwonit, super nice. Super nice, holy shit. Je komt ook weer eens binnen, meteen die Shiny Raikwonit, hotse flots. Ah, super nice. Nee, ik hoef geen nickname voor de Shiny Raikwonit. Super nice. Daar houden we van.